Ja, Brussel, denk ik, hier geboren. Ik ben hier opgegroeid, op 7 plaatsen gewoond en daar 3-4 scholen gegaan. Ik heb hier het grootste deel van mijn leven doorgebracht. Als je de beelden van Molenbeek ziet, dan zie je het huis dat ik met mijn moeder samen van het niks heb gemaakt. Dat doet me wat als dit gebeurt in mijn stad. Dat is thuis, hè. Ik ben muzikant, dus toen het echt binnenkwam, dan heb ik gedaan wat een muzikant doet. Hè. Aan zijn piano gaan, aan zijn instrument gaan zitten en beraadslagen met zichzelf. En wat dat eruit komt op die moment is niet zozeer bedacht, hè, maar gewoon om voor mezelf even het gevoel van samenhorigheid op te roepen, dacht ik, ik speel eens even met ons volkslied. Dat dat toch zo'n een beetje een onnozele melodie is. Maar die misschien vandaag wel van heel veel belang is. Muziek is zeker een goed instrument om dingen mee te zeggen die niet in woorden vervat worden. Misschien ook een goed middel om met zachte stem, als sotte votje, dat te benadrukken. Nou, ik vind het super leuk dat u het doet. Het komt zo. Het is, voilà. Zeker met de Brabanson is het United. Ja, voilà. Het is momenteel niet de moment om met grote woorden af te komen en grote uitspraken en statements. Het is de moment om even te bezinnen. We zijn, tussen haakjes, een fragile staat. En we zijn in een fragile staat. We moeten daar dan ook voorzichtig mee omgaan. Hier is iets heel erg gebeurd. En toch hangt hier meteen een sfeer van oké, we gaan dat direct kalm verwerken. We gaan doordoen. We gaan ons niet laten doen. We gaan ons niet laten pakken. We gaan dat hier anders oplossen. Zeer Brussels. Dus laat ons daarom niet vergeten, l'union fait la force. Eendracht maakt macht. Dat is toch ons motto. Thank you. Thank you. Thank you.